Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer je snel. En word onderdeel van de oplossing. Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Fiona Zwart en ik zit hier vandaag met Wasila Hadji. Wasila, hartelijk welkom. Dankjewel. Dank dat je hier wilt komen. Leuk om hier weer te zijn. Ja. Jouw kijk op de politiek, op de maatschappij, vond ik zelf heel erg inspirerend. En nou, nodig ook, denk ik. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga jou uitnodigen. Maar voor de kijkers die jou misschien nog niet kennen, zou je wat meer over jezelf willen vertellen? Ja, nou wat heel veel mensen van mij weten, is mijn achtergrond in de publieke sector. Ik ben begonnen bij de Koninklijke Marine als officier. Ik ben ambtenaar geweest, voor verschillende ministeries gewerkt. Heb daar ook een onderscheiding gekregen voor de manier waarop ik mijn werk deed als jonge ambtenaar. En ik heb in de politiek gewerkt. Maar wat maar weinig mensen van mij weten, is dat in die tijd in de politiek ik in mijn eerste jaar al redelijk snel ik zeg het altijd, het meest pijnlijke moment van mijn leven heb meegemaakt, maar ook het meest krachtige moment, omdat ik in een korte periode mij heel erg aan het aanpassen was in die politieke wereld. Het was natuurlijk een hele eer om Tweede Kamerlid te worden. Maar daardoor wel langzaam maar zeker mezelf kwijtraakte. Mm-hmm. En in dat pijnlijke moment van mezelf kwijtraken is het krachtig geweest, omdat ik daardoor weer de reis naar binnen heb gemaakt. Noem ik het maar even. Wie ben ik? Wat is nou mijn talent? Wat doe ik in die politiek? En de reden waarom ik dat zeg is omdat dat eigenlijk de geboorteplek is geweest uit frustratie voor het werk wat ik nu doe. Ja. Dus ik heb het gebrek aan menselijke verbinding wat er is in die politieke arena. Het is heel erg gericht op strijd, op winnen. Een wereld waarin je eigenlijk niemand echt kan vertrouwen. Mm. Met een militaire achtergrond kom ik uit een wereld waarbij je eigenlijk meer dan 100% op elkaar vertrouwt. Ja. Dus het verbinden, het vertrouwen, is echt iets wat ik heel erg miste. En dat is ook wat ik nu noem dialoog, menselijke verbinding. Dat is mijn passie. Dat is ook de reden waarom ik, voordat ik de politiek inging, uitblonk en in de publieke sector de erkenning kreeg voor de manier waarop ik mijn werk deed. En dat is dus ook wat ik in die reis, en dan heb ik het over 2012-13 tot 2016, stapsgewijs heb ik daar vorm aan gegeven. Ik heb, toen ik nog Kamerlid was, een TED-talk gehouden over menselijke verbinding, dialoog. Maar het heeft voor mij jaren geduurd voordat ik duidelijkheid had van hoe wil ik dit talent delen. Ja. Hoe wil ik dat tot uitdrukking laten komen? En ik wist dat in de politiek blijven voor mij niet de omgeving was waarin ik dat duidelijk kon doen. Ook omdat ik zelf eerst de verandering wilde zijn. Want anders kun je niks verwachten van de wereld om je heen. Precies, ja. En daarom ben ik sinds nu alweer bijna 4 jaar coach en trainer in dialoog. Dus als resultaat van wat ik doe, verbeteren mensen hun vaardigheid om te verbinden met anderen. Mm-hmm. En ze beginnen met de verbinding met zichzelf. Ja. De kwaliteit van de verbinding die je met een ander mens kunt leggen is gebaseerd op de kwaliteit van de verbinding die je hebt met jezelf. Hoe goed ken je jezelf? Okay. Dus ik doe heel veel 1-op-1 coaching, maar ik train ook groepen, ik geef workshops. En ik werk daarbij met 2 geweldige bedrijven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En hoe komt het dat je dat gevoel van onveiligheid, zo omschrijf ik het maar even, zo erg bij de politiek merkte? Kijk, de politieke wereld, zonder daar slecht over te spreken. Het is een wereld wat georganiseerd is. Het is een spel. Als je in de politiek wil opereren, succesvol wil zijn, zeggen we ook vaak, je moet het politieke spel spelen. Ja. En dat politieke spel is gebaseerd op wantrouwen. Het is gebaseerd op strijd. Ja. Want uiteindelijk gaat het erom, er kan er maar 1 de winnaar zijn. Heel extreem gezegd. Als je kijkt naar verkiezingen, jij wil dat mensen op je stemmen. Dus die ander is de tegenstander. Dus het hele politieke spel, tot op het niveau van hoe je met elkaar spreekt in de politiek, is allemaal gebaseerd op strijd. Oftewel de verschillen groter maken. En dat is iets wat ik nu heel scherp zie en soms denk, wat idioot. Mm-hmm. Maar toen ik net de politiek inging, zag ik dat niet zo scherp. Dus ik was mezelf aan het aanpassen om mee te doen in die strijd. Oh, okay. En daardoor dus ook mezelf kwijtraakte. En ik vind het een achterhaald systeem. Ja. Ik vind het heel erg gezond om vertrouwen te hebben in elkaar in plaats van wantrouwen. Ja, dat zou natuurlijk echt, als we dat veel meer gaan hebben als mens, als maatschappij, dan wordt het helemaal anders. Ja,
Ja, ik denk ook dat we daaraan toe zijn. Kijk, als we nu kijken naar de dingen die er gebeuren in de samenleving, hier in Nederland, maar ook wereldwijd. Ook de Verenigde Staten staan natuurlijk redelijk in de spotlights nu met de verkiezing. Dan zien we dat de samenlevingen zijn al jarenlang aan het veranderen. En dat de roep om verandering, die is altijd geweest, maar die wordt steeds groter. En als ik het toespits op de politiek, namelijk de wereld waar hoe we onze macht hebben georganiseerd met elkaar in de samenleving, is de plek waar ook verwacht wordt dat hij met zijn tijd meegaat. Ja. En dat gebeurt niet. En dat zorgt ervoor dat soms dingen gebeuren, pijnlijke dingen. We nu ook zeggen van onze democratie wordt ter discussie gesteld. Er zijn heel veel vurige discussies, wantrouwen komt nog meer naar boven. Ik zie dat als een teken van we gaan een keer veranderen. De vraag is alleen wanneer en hoe. En hoe groot moet de frustratie worden voordat onze politiek moderniseert en verandert. Ja. Denk je dat de pijn eerst echt veel groter moet worden voordat dat gaat gebeuren? Ik zou hopen dat dat niet nodig is. Mm-hmm. En ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar ik spreek vanuit mijn ervaring in de politiek. En ook nu ik eruit ben en heel erg, 4 jaar lang nu, heel erg in die persoonlijke ontwikkelingshoek werk. En dat is ook echt mijn passie. Heb ik inzichten die ik zie en heel veel mensen delen die ook. Zeker mensen die heel erg bezig zijn met die bewustwordingsslag. Wie ben ik? Wat wil ik in dit leven? Het besef dat we eigenlijk helemaal niet zo verschillend zijn. Waarom praten we over huidskleur of over religie? Terwijl iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil. En in essentie zijn we allemaal mens. Ja. Dat is echt de wereld waar ik nu de afgelopen jaren en waar ik graag op die manier in mijn leven blijf staan. Maar daardoor kijk je nu naar bepaalde werelden zoals de politiek. En dan is het eigenlijk best wel gek. Ja. Gek om te zien dat er nog steeds gedebatteerd wordt. Het heeft ons ver gebracht in de democratie. Debatteren is ook in de tijd dat we de macht georganiseerd wilden hebben. En het ging er toen om, er kan er maar één de winnaar zijn. Dus je gebruikt de kracht van het woord om te strijden. Ja. Maar de tijd heeft niet stilgestaan. Ondertussen is het een andere wereld. Vrouwenstemrecht. Er zijn nu mannen en vrouwen die kunnen stemmen. We hebben een samenleving die nog democratischer wordt. Namelijk meer stemmen moeten gehoord worden. En die ontwikkeling vraagt ook om een politiek die met haar tijd meegaat. En ik zeg ook altijd, die verandering zou moeten zijn van debat naar dialoog. Ja. Het woord niet gebruiken om met elkaar te strijden, maar het woord gebruiken om met elkaar te verbinden. Nou, het is niet moeilijk, maar als je dat verandert, verandert alles. Het politieke spel, maar daarmee ook hoe we onze democratie organiseren. Nieuwe ideeën, nieuwe plannen. En ik geloof dat we daar meer dan aan toe zijn. En misschien degene die zeggen van daar zijn we niet aan toe, hebben we misschien wat meer pijn nodig voordat we tot dat punt komen. Precies, ja. Ik las een quote van jou en die wil ik graag heel even voorlezen, omdat ik hem heel sterk vond. Ik ben benieuwd of je hem zou willen toelichten. Ontwaken is wat we nodig hebben om een paradigmaverschuiving te omarmen en onze democratie en haar politiek te transformeren. Ja, het zijn nogal wat woorden. Ja. Paradigma ontwaken, waar heeft ze het over? Ja. Nou, als ik het heb over paradigma, is het paradigma is eigenlijk een soort van denkbeeld waar je instapt en waar je niet meer bewust van bent. Ik zeg altijd net als een vis die in de oceaan zwemt, niet weet dat hij in het water zit. Dus je stapt, een paradigma is eigenlijk het kader waar je in zit en vaak ben je daar niet van bewust. Okay. Wat ik net aangaf als het gaat om de politiek, de wereld van de politiek trekt je in het paradigma van strijd, van debat. Ja. Vandaar ook dat iedereen die met de politiek mee wil doen of van een partij opricht, maar je bent bezig om te strijden. Het is een arena van strijd. Dus je stapt in het paradigma van debat. Ja. En de verandering, die roep om verandering die steeds groter wordt, vraagt om hier iets aan te passen. Want mensen zien steeds meer in van het is een spel. Sommige mensen zeggen het is een theater. Ik vind het lachwekkend. Klopt. Hoe kun je nou zo met elkaar in de Tweede Kamer? Waarom roept iemand dit? Waarom vechten ze aan de microfoon? Ja. Terwijl ze aan de microfoon staan met elkaar. Het laat zien dat het paradigma van het debat, het is niet meer van deze tijd. Mm-hmm. En paradigmaverschuiving betekent ook dat je bewust wordt van wat gek dat ze met elkaar ruzie staan te maken, terwijl het gaat over zo'n belangrijk thema. Waarom praten ze niet op een andere manier met elkaar? Ja. Yeah. En het dialoog gaat erom dat je dus met elkaar verbindt. Dus dat je met elkaar spreekt vanuit wat is het probleem? Wat vind jij? Wat vind ik? Oh, volgens mij verschillen wij helemaal niet met elkaar. Zo gaan we het oplossen. Ja. En
Dus de dynamiek, de energie, alles wordt anders in de arena. Het wordt ook geen arena meer. Precies. Ik zou bijna willen zeggen één grote ronde tafel. Ja, ja, ja. En sommige mensen zeggen wel eens van, dialoog is soft. Ze elkaar aardig vinden, thee drinken met elkaar. Maar het is alles behalve soft. Het is krachtiger dan een debat ooit kan zijn. Waarom? In een debat kun je een masker opzetten en met elkaar strijden. In dialoog komt de kwetsbaarheid naar boven. Je gaat het echt hebben over waar het om gaat. Ja. Wat het toe doet. Wat jouw pijn doet, wat jouw angsten zijn. Dus het is alles behalve soft. Maar dat is dus een paradigmaverschuiving. Ja. Van debat naar dialoog. En als ik zeg ontwaken, dan heeft dat te maken met het wakker worden om te doorzien dat we in een paradigma zitten die niet meer van deze tijd is. En dat gebeurt alleen als je vanuit jezelf, we maken allemaal dingen mee in ons leven, ja, waarin het lijkt alsof het leven je een klappend gezicht geeft en je wordt wakker. Iemand overlijdt waar je van houdt. Je raakt je baan kwijt. Vaak moeten er hele heftige dingen gebeuren waarin je het gevoel hebt alsof je even wakker bent. Alsof je al die tijd hebt lopen slaapwandelen. Ja. En het zijn eigenlijk soms hele kleine shifts, maar het is wel bewustwordingsshift. Ja. En dat is ontwaken. En dat heb je wel nodig om een paradigma te kunnen zien. Ja. En dus open te staan voor een paradigmaverschuiving. Zie jij dan ook die kleine klappen in het leven als enorme kansen? Of dat we dat heel erg nodig hebben als mens, maar ook in de politiek? Door dingen die bijvoorbeeld heel erg fout gaan? Ja, nou ja, het is soms, en zonder het dan, als ik het even breder kan trekken, verandering gaat soms gepaard met pijn. Hoeft niet. Je kan ook door inzicht een verandering willen teweegbrengen. Maar de praktijk leert is dat vaak pijn nodig is om echt een verschuiving te krijgen. Om echt een verandering te krijgen. Het mooiste zou zijn als je de pijn niet nodig zou hebben. Als we het hebben over de politiek, dan heb je het over hoe je de macht organiseert. Ja. En hoe dat verdeeld wordt. En dat is dus per definitie een systeem. Mensen die in de macht zitten, zitten niet echt te wachten op een verandering. Dat is inherent aan macht. Als je dat hebt, dan heb je geen zin om dat te veranderen. Precies. En dat maakt het dat, en dat zien we nu ook gebeuren, dat gerommeld wordt aan die politiek en aan die democratie, van het moet anders. Maar degene die de macht hebben, wat sommigen noemen in Amerika een establishment, de gevestigde orde, die mensen die nu aan de knoppen zitten, zoals mensen die in het kabinet zitten, de partijen die nu regeren, die zijn juist niet happig op verandering. En de incentives zijn er ook niet naar. Want de verandering brengt risico's met zich mee. Onzekerheid, angst. Ja. En dus die systemen, een politiek systeem, zal niet zo snel veranderen. En dan komen we weer uit op pijn. En de pijn moet zo hoog worden dat zo'n systeem uiteindelijk toch tot verandering overkomt. Hoe dat gebeurt, ja, ik heb geen glazen bol. Nee. Maar ik ben wel positief dat uiteindelijk verandering zal komen. Ja, wat ik ook heel erg hoor zeggen is dat je zegt van mensen die contact hebben met zichzelf, die gaan hier minder snel in mee. Die gaan meer voor de kant van het dialoog in plaats van voor de strijd. Ja. Hoe kunnen mensen meer in contact komen met zichzelf? Ja, het is een, als we het hebben over persoonlijke ontwikkeling, is dat eigenlijk een reis die elk mens voor zichzelf maakt in zijn leven. En elk mens is op dezelfde manier in elkaar gedraaid, laat ik het zo zeggen. Jij bent niet anders dan ik. Of je nou de vuil ophaalt elke week aan een wagen, of dat je de premier bent van Nederland. Ja. We zijn allemaal mensen, we zijn op dezelfde manier in elkaar gedraaid. Elk mens in zijn of haar leven maakt een reis en wordt bewuster. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar de reis naar jezelf beter kennen, wie je bent, waarom je hier bent, wat je in het leven wil meemaken, wat je in het leven wil creëren, totdat het licht een keer uitgaat, want dat hebben we ook met elkaar gemeen. Ja. We gaan allemaal ook een keer dood. Inderdaad. Nou, en die reis van jezelf beter leren kennen, de verbinding met jezelf, dat is voor iedereen mogelijk. En daarom vind ik het heel erg belangrijk dat het besef er ook is, en het is een cliché om te zeggen, maar verandering begint eigenlijk op het niveau van het zelf, van elk mens. Mm-hmm. Het is een cliché om te zeggen, wil je de wereld veranderen, begin bij jezelf. Maar als je hem echt begrijpt, begint het daar wel. Dus absoluut. Mensen die al die bewustwordingsslag maken, doorzien ook sneller een paradigma. Ja. Doorzien ook dat er een verandering nodig is. En hoe meer je jezelf beter kent en dus ook meer het gevoel hebt dat je leven leeft zoals je dat wil leven, hoe meer je ook gaat begrijpen van, andere mensen zijn geen bedreiging. Of als er een probleem is, kijk je sneller naar de oplossing en overeenkomsten. In plaats van dat je je pijn gaat projecteren op die ander en daardoor in die strijd gaat strijden. Ja, ja. Ja. Ik zie je wereldwijd, maar als we het bijvoorbeeld even naar Nederland koppelen. Je ziet hier natuurlijk de opkomst van de Forum van Democratie met Thierry Baudet.
die wordt op een bepaalde manier weggezet, zou je kunnen zeggen, in de media of over hem gepraat. Of nou ja, daar is van alles over te zeggen. Hoe kijk je naar zijn rol, of de rol van zijn partij, in onze politiek? Ja. Ik ga op Thierry Baudet uitkomen, maar laat ik even een recent voorbeeld van Trump. Want Donald Trump, ik bedoel niet dat Thierry Baudet en Donald Trump nou één op één te vergelijken zijn, maar er zitten wel wat gelijkenissen, omdat ze toch vaak gezien worden als de buitenstaande. Precies, ja. In die politieke macht, in het machtssysteem. Wat je er ook van het woord buitenstaande vindt, vergeleken met de gevestigde orde, de mensen die aan de macht zitten, zijn het buitenstaanders. Ja. Een van de dingen die nu ook heel erg de onrust, de frustratie die er is, wordt er ook heel vaak nu geroepen van, er wordt getornd aan democratie ook. Hè, ja. Dat Donald Trump niet accepteert dat hij verloren heeft, dat hij praat over fraude. Je kan ook vanuit een ander perspectief kijken, namelijk het perspectief, hij is ook 4 jaar president geweest. En in die 4 jaar was er ook een golf van, je bent geen legitieme president. Je zult nooit mijn president zijn. Er is nooit een acceptatie ook geweest richting zijn presidentschap. Mm-hmm. Waarom noem ik dit als voorbeeld? Is omdat ik graag mensen uitdaag om op verschillende manieren naar een situatie te kijken. Ik heb de presidentsverkiezingen 2016 van dichtbij meegemaakt in Amerika. En ik heb daarbij ook gezien hoe, dat wist ik al dat ik zelf in de politiek heb gezeten, de rol van de media in het politieke spel, precies, de dynamiek van de verkiezingen, de kracht van percepties, het framen. En een van de dingen, ik kan echt uren praten over 2016 wat ik heb meegemaakt en wat ik heb gezien. Maar laat ik me beperken tot één voorbeeld. Dat het frame op Trump, ongeacht wat hij zelf gezegd zou hebben, het frame enorm is, het is een idioot. Het is verschrikkelijk dat hij wint. Het is verschrikkelijk dat hij is, het is één grote, en je kunt argumenten verzinnen om het uit te leggen, maar het blijft ook een frame. En dat frame is ook 4 jaar geweest. En dan, als je je zorgen maakt om de democratie, zou je, als je dat nu doet vanwege de roep van fraude en wat hij nu doet, van hij accepteert het verlies niet, zou je eigenlijk op dezelfde manier moeten kijken naar 4 jaar lang het frame wat op hem gelegd is, de demonstraties tegen zijn presidentschap, is eigenlijk van dezelfde orde. Ja. Ik zit Trump niet te verdedigen, maar wat ik wel verdedig is dat we een totaalplaatje blijven zien. Ja. Je kunt niet prediken democratie en vervolgens 4 jaar lang een president die democratisch is gekozen niet accepteren als president. Ja. Dus het is het een of het ander. En dat is de... Hoe komt het dat hij zo niet is geaccepteerd? Ik wil wel op Thierry Baudet uitkomen, want dat was jouw vraag. Ja, ik ga wel jouw vraag beantwoorden. Ja, ja, ja. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, framing, wat in de media gebeurt, in het belang van de strijd. Want de media is ook niet slecht. Maar media speelt een rol in het machtssysteem. Absoluut. In de politiek. En ook de media zit in het paradigma van strijd. Faciliteert dat. Faciliteert dat, omdat het gaat om strijd. Dus iedereen denkt in termen van strijd. Toen ik in de politiek zat, ging het erom, hoe sterk is jouw one-liner? Ben je tegen? Ben je voor? En dus iedereen zit gevangen in dat paradigma. Dus als ik het heb over paradigma, heb ik het over de politici, maar de mensen in de politiek, mensen buiten de politiek, maar ook de media. En het frame om Trump is ook vanwege die strijd. Exact. En komende op jouw vraag, Thierry wordt net als Trump gezien als die buitenstaander, roept ook dingen, die speelt het spel van strijd ook heel duidelijk, ook Trump. Dat is weer een ander, ik wil hier zoveel over zeggen, sorry. Nee, dat is helemaal oké. Maar het punt is dat Trump en Thierry, en noem ik het maar even in Nederland, de strijd helemaal doorvoeren. Heel duidelijk naar die oppervlakte brengen. Dat is het irritante, daarom vinden we ze ook soms idiote uitspraken doen. Maar eigenlijk zijn het symptomen. Ze laten ons zien hoe idioot het spel van het debat eigenlijk is. Interessant. Dus ik zou ze bijna dankbaar willen zijn dat ze er zijn, omdat ze ons de ogen openen dat we dus op een idiote manier in die politieke arena bezig zijn. Ja, het is een spiegel. Het is één grote spiegel. Dus daarmee praat ik niet goed wat de standpunten zijn van Thierry Baudet of van Trump. Ik ben het daar niet mee eens inhoudelijk, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat dit soort buitenstaanders, als er geen verandering komt, ons op een gegeven moment gaan laten zien en laten hunkeren naar verandering. Ja. En het frame wat in het kader van de strijd door de media op Trump wordt gelegd, is ook het frame wat in de strijd hier bij Thierry wordt neergelegd. Ja. En dat geldt niet alleen voor Thierry. Ik bedoel, het frame wordt ook, wat ze noemen, de rechtse media. Namelijk, er is strijd, links en rechts. Die probeert ook weer een frame te leggen op die linkse gekkies. En dus ik nodig mensen uit om stap niet in het paradigma, maar kijk wat er gaande is. Meet niet met 2 maten. Mm-hmm. En zie dus in
dat er tijd is dat er een verandering komt. Mooi. Dat we op een andere manier onze politiek gaan bedrijven. Ja. En dat je een Trump of een Thierry Baudet niet als een idioot hoeft neer te zetten, maar juist als de eye-opener. Als je dat idioot vindt, kijk dan even dieper. Want het hele spel is idioot. Mooi. En een enorme eye-opener, denk ik, voor heel veel mensen. Ja, ik merk dat meer en meer mensen dit zien. En dat verklaart ook de frustratie die uiteindelijk zich ook schaart achter een Trump. Die ook heel duidelijk wijst naar het paradigma. Hij speelt het paradigma mee. Hij speelt het mee. Hij speelt het spel van de strijd. Maar ondertussen wijst hij ook naar het paradigma. Namelijk de framing van de media. De oneerlijkheid. En ondertussen gebruikt hij die methodiek ook. Ik ben niet de enige die dit ziet. Meer mensen zien dit. Ik hoop alleen dat we ook toe zijn naar die verandering voordat de pijn nog groter wordt. Precies. En dat we zeggen, jongens, het is niet zo moeilijk. Maar laten we het woord niet meer gebruiken om te strijden, maar om te verbinden. Ja. Daar heb je geen systeemverandering, geen wetsvoorstel voor nodig. Maar mensen die dat gaan toepassen. Ja, uit het links-rechts denken ook komen. Ja, er is geen links-rechts. Links-rechts bestaat alleen in het paradigma van de strijd. Ja. Als je met elkaar gaat spreken vanuit dialoog, dus vanuit verbinding, de kwetsbaarheden op tafel brengt, bloedeerlijk naar elkaar bent en je angst op tafel durft te leggen, dan kom je erachter dat we helemaal niet zoveel verschillen. Dat er eigenlijk geen links-rechts meer bestaat. Mm-hmm. Hoe komt het dat zoveel mensen dat eng vinden, die kwetsbaarheid? Omdat het een grote spiegel is. Je begint bij jezelf. Iemand die de dialoog instapt, ook als je daar nog nooit van gehoord hebt. Het eerste wat je voelt is oncomfortabel, omdat je met je eigen angsten geconfronteerd wordt. Met je eigen gevoelens. Hoe goed ken je jezelf? Dus daar ligt meteen de mooie kans. Want je gaat er voordeel bij behalen. Hoe beter je jezelf kent, hoe leuker mens je wordt. Ja. Hoe leuker je leven wordt. Hoe meer je ook in het leven brengt wat je te brengen hebt. Dus het maakt jou beter. En tegelijkertijd ga je merken dat die ander, als je met die ander verbindt, ja, er hele mooie dingen kunnen gebeuren. Niet mooi als in halleluja, maar ik bedoel meer in oplossingen. Problemen die ineens oplossen zonder dat je echt een oplossing op tafel legt. Ja, ja. Hoe mooi is dat? Dat we in ons machtssysteem het echt gaan hebben en besluiten gaan nemen die in het belang zijn van iedereen. Ja. En waarin we dichter bij elkaar komen te staan. En eigenlijk die politiek minder nodig gaan hebben om problemen op te lossen. Precies, maar het met als bevolking samen gaan doen. Ja. 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 Zie jij ook in de maatschappij dat er is een hele grote groep die hiermee bezig is, maar er is denk ik ook nog wel een groep die misschien deels de pijn die ze ervaren aan het verdoven is. Herken je dat? Of is dat een conclusie van mij die niet klopt? En bedoel je daarmee mensen in hun dagelijks leven? Ja. Dat ze die pijn. Nou ja, er zijn verschillende invalshoeken waar we het hier over kunnen hebben. Het feit is dat als mensen niet investeren in hun eigen persoonlijke ontwikkeling, op welke manier dan ook. Dat kan ook zijn dat je de tijd neemt voor jezelf. Dat je boeken leest. Dat je eindelijk die droom waar gaat maken die je graag wil. In plaats van dat je je 9-tot-5 baan doet vanwege het geld alleen. Ja. Dat je uit een relatie stapt die niet goed voor je is. Er zijn verschillende dingen die in iemands leven kunnen spelen. Ja. Die pijn opleveren. En persoonlijke ontwikkeling kan je helpen om die pijn niet als een bedreiging te zien. Maar juist als, oh, dit is de ingang om een stap vooruit te doen. Ja. Als je dat niet doet en je blijft bang voor die pijn. En je hoeft niet bang te zijn voor de pijn. Ik zeg altijd, pijn is net als het gevoel van blijdschap. Het is een gevoel. Mm-hmm. Het komt en het gaat. Ook als er leuke dingen gebeuren in je leven en je voelt je blij. Gaat dat een keer weer voorbij. Op het moment dat je je vereenzelvigt met gevoelens, zoals met pijn, en je bent dus bang om het te voelen omdat je voelt dat je dan kwijtraakt, dat je in een depressie komt, ja. Dan ga je pijn zien als iets wat je moet vermijden. En dat verklaart ook waarom er heel veel verslavingen zijn. Precies. Alcohol, drugs, seks, eten, dat zijn allemaal symptomen, manieren van omgaan met het verdrukken van pijn. Ja. En er zijn psychologen en psychiaters voor die natuurlijk heel veel andere wetenschappelijke dingen over kunnen zeggen. Maar de essentie is, ken jezelf goed. Wees niet bang voor wat je voelt. En dan ga je merken dat je in het kader van dialoog je dus ook tot de kern komt. Ja, mooi. Precies, geen maskers. Typisch voor deze tijd, hè? Ja, in het kader van corona. Ja, ja. Ik vind dat een hele mooie vergelijking. Ja. Hoe zouden we het onze kinderen meer kunnen leren, meer voelen? Nou, ik voorzie, en ik ben niet de enige, er zijn meer mensen ook in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling. Het is nu ook dat groeit. Meer mensen beseffen dat ze bij zichzelf moeten zijn voor verandering.
De behoefte is ook aan verandering en daardoor begrijpend van, ja, ik begin maar bij mezelf. Het belang van persoonlijke ontwikkeling. Dus een andere manier om het te zeggen, om niet alleen intellectueel intelligenter te worden, maar ook emotioneel intelligent te worden. Die behoefte groeit. En ik geloof dat we gaan meemaken dat het onderwijssysteem zich gaat aanpassen hierop. Dat we eigenlijk al vanaf de basisschool, in elk deel van ons onderwijssysteem, persoonlijke ontwikkeling gewoon 50% van het curriculum is. En nu leren we hoe we moeten rekenen en een diploma moeten halen om iets te kunnen doen. Ja. Maar we leren weinig over wie we zijn. Precies. Daarom zie je ook bijvoorbeeld een symptoom is burn-out onder studenten. Ja. Omdat de behoefte aan die andere kant, namelijk de emotionele intelligentie. Wie ben ik? Wat is mijn talent? Wat is nou passie? Die behoefte groeit. Ja. Terwijl we intussen nog steeds het systeem spelen van alleen maar intellect. Ja. En daardoor raken steeds jonger mensen al in de knoop. Vervreemd van zichzelf. Dus optimist dat ik ben, maar ik weet dat het gaat gebeuren. Dat zie je nu al, omdat een aantal basisscholen in Europa, in Finland bijvoorbeeld, hebben ze op de basisschool, peuters, hebben ze bijvoorbeeld al meditatie. Meditatie is gewoon een woord als sport. Het zegt niet zoveel. Nee. Je kunt hardlopen, je kunt zwemmen, ja. Je kunt dansen. En meditatie, je kunt op verschillende manieren mediteren. Wat is meditatie? Het is eigenlijk voor je gezondheid zorgen aan de binnenkant. Je poetst elke dag je tanden, neem ik aan. Ik ook, volgens mij de kijkers ook. Dat doe je omdat je weet dat dat gezond is. Een gezond gebit, een gezond lichaam is ontzettend belangrijk. Nou, mediteren is eigenlijk aan de binnenkant ervoor zorgen dat je gezond blijft. Ja. En dat gebeurt al bijvoorbeeld op Finland op basisscholen. Dat zit gewoon in het curriculum. Ja. Dus ik hoop dat onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dat niet eens dit meer, ja, dat er een systeemverandering is in het onderwijs en dit niet eens meer ontdekken. Ja, want we zitten tegelijkertijd natuurlijk ook in een maatschappij vol verleidingen. Hè, want je kan 24 uur per dag alles opzoeken op internet, wat je maar wil. Je kan daarin vluchten, je kan jezelf daarin verliezen. Dat is een beetje die vorm van verdoving. Ja. Ik denk dat zeker jongeren, je had het net over burn-outs bij studenten, zijn zich daar misschien niet altijd van bewust, gaan we weer, dat ze zich daarin verliezen. Dus hoe kan je je daartegen wapenen, tegen al die verleidingen die er zijn? Ja, en naast het feit dat je je eigen persoonlijke ontwikkelingsreis aan het maken bent, het leven geeft je misschien wel genoeg pijn om uiteindelijk iets meer wakker te worden en te denken van, oh, ik heb hulp nodig, of ik moet persoonlijk ontwikkelen, ik moet mezelf beter leren kennen. Ik moet de tijd voor mezelf nemen. Ik ga een boek volgen. Ik ga een cursus volgen of een training. Dus het leven bedient je wel. Totdat de pijn zo hoog wordt dat je er wat mee doet. Tegelijkertijd. Kijk, het internet, technologie. Je kunt het gebruiken om jezelf te verdoven en afleiding. Maar het blijft een technologie. Je kunt het ook gebruiken als je dus wakker bent en je wil aan je persoonlijke ontwikkeling werken. Is die technologie weer fantastisch. Voor het er zijn goeie. Zoveel masterclasses, webinars, coaches die je daar kunt bereiken. Boeken die je kunt lezen. Ik organiseer nu ook online seminars. We hadden tot nu toe in Amsterdam fysieke seminars. Maar je ontdekt via de technologie ook weer de hulpmiddelen. Ja. En de bedrijven die al dit soort fantastische content voor persoonlijke ontwikkeling leveren, ja, die zitten niet voor niks in een groeistadium. Dat gaat zo goed. Waarom? De behoefte is er, de vraag is er. Ja. En dat is alleen maar een goed teken. En dat is de reden waarom ik ook geloof in systeemveranderingen. Ze gaan er komen. Ook in de politiek, ook in de democratie. Mm-hmm. De vraag is alleen hoe. Ja, wat zou jouw voorkeur zijn? Als je dan zegt van, nou, als ik nu de democratie mag veranderen, hoe zou je het voor je zien? Ja, eigenlijk niet zo heel erg hoogdravend. Behalve dan dat er niet meer gedebatteerd wordt. Er vinden alleen maar dialogen plaats. Bijvoorbeeld in maart hebben we verkiezingen. Geen verkiezingsdebat, maar een verkiezingsdialoog. Wow. Dat er geen artikelen in de krant verschijnen over die heeft dat over haar gezegd of over hem. En die staat voor in de polls. Maar dat het gaat over, heb je de dialoog gisteren gezien op tv? Weet je, bijzonder dat die persoon kwetsbaar durfde te zijn en dat vertelde. En dat het thema van corona op een hele andere manier is besproken dan tot nu toe. Mm-hmm. Dus wat mij betreft kan de verandering gisteren al plaatsen. Ja, ja, ja. En het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Als je begrijpt wat dialoog betekent. Ja. En als je begrijpt dat het tijd is om van debat naar dialoog te gaan. Ja. Je bent daar denk ik wel een voorloper in. Want er is denk ik binnen de huidige politiek nog wel veel weerstand op. Dat is denk ik ook wat je net beschrijft. Waardoor we juist die tegenreactie ook groot zien. Misschien nog niet eens weerstand. Maar ik denk eerder bewustzijn wat ontbreekt. Okay. Of... Want ik wil mijn oud-collega's in de politiek niet tekort doen. Ik geloof echt wel dat er mensen zitten die echt wel bewust zijn. Maar die zich nog niet veilig genoeg voelen.
Okay. Om uit dat paradigma te stappen. Ja. Om het spel niet te spelen. Want moet je je bedenken, als je beseft dat we naar dialoog moeten, maar niet debat. En je bent in je eentje die dialoog gaat doen en je wordt als een gekkie weggezet. En je verliest al de stemmen. Mm-hmm. Dat is een enorm risico. Ja. Dus het is aan de ene kant bewustzijn. En dan aan de andere kant, is het veilig genoeg om het te doen? En je hebt maar één iemand nodig die overeind blijft en dan volgen er meer. En daarom denk ik ook, het gaat er niet om dat je een kandidatenlijst opstelt met diversiteit van we hebben mannen, we hebben vrouwen, we hebben jongens, jongen en ouderen, we hebben met een hoofddoek of zonder een hoofddoek. Daar gaat het niet om. Mm-hmm. Maar dat je iedereen die je op je kandidaatlijst stelt, ja, dat je gaat investeren in hun persoonlijke ontwikkeling, dat ze zichzelf, dat ze de verbinding met zichzelf sterk hebben en daardoor zich veilig genoeg voelen om op een andere manier politiek te gaan bedrijven in de vorm van dialoog. Dus dat door die veiligheid kunnen ze zich kwetsbaar gaan opstellen en dan is er pas een mogelijkheid tot dialoog. Dan kom je uit de strijd. Ja, dat is wat ik nu voorzie. Want het is niet dat er een nieuw wetsvoorstel of we gaan hoppa, de politiek helemaal veranderen, dit is het nieuwe spel, stap maar in. Maar het zal beginnen op individueel niveau. Ja. En die slag maak je door mensen eerst een verbinding met zichzelf op zo'n plek te hebben, oftewel persoonlijke ontwikkeling. Ja. Staan het echt mensen die vanuit hun intelligentie, vanuit hun kracht, vanuit hun emotionele en intellectuele intelligentie er zijn. Ja. Echt klaar zijn in dit leven om dat op die manier vorm te geven. Ja, en die dan de veiligheid bieden, en daar zit ook een rol voor de media bij. Absoluut. Dat die het spel anders gaan spelen. Ja. Meteen, vanaf gisteren. Ja, ja, ja. En als dan het omarm wordt, als zo iemand niet afgemaakt wordt, omdat hij gek is. Maar dat er meer mensen gaan staan van, ja, het is eigenlijk idioot dat we debatteren, dat we strijden. Ja. We hebben het over. Ja. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Uiteindelijk wel. Ja. Ik denk dat het uiteindelijk er maar weinig dingen overblijven waar we echt in verschillen. Ja. Ja. Heel mooi. En ook, het geeft denk ik heel erg hoop. En ik denk dat mensen dat ook heel erg nodig hebben in deze toch wel hele gekke tijd. Als mensen zoiets hebben van, goh, ik zou zelf sterker willen worden. Of dat ze zich nog niet, bijvoorbeeld ze willen zich ergens over uitspreken. Dat is wat er nu ook heel erg speelt. Die behoefte is er wel bij mensen, maar ze durven vaak niet. Ja. Maar ze hebben wel zoiets, maar ik wil wel onderdeel zijn van deze positieve verandering. Wat is het eerste wat ze nu zouden kunnen doen? Stel, ze krijgen dat niet aangereikt van hun baas of van hun werkgever. Dus ze moeten het uit zichzelf halen. Wat is het eerste wat je zou kunnen doen? Het allereerste is werk aan je zelfkennis. Wees je bewust van jezelf en versterk de verbinding die je hebt met jezelf. Mm-hmm. Dus in het kader van, heb die tijd dat je tot rust komt. Dat je het gevoel hebt dat je echt in je kracht staat. En in kracht bedoel ik mee dat je niet in je hoofd leeft, waardoor je allerlei gedachten van anderen overneemt. Maar dat je heel duidelijk weet, dit ben ik. Dit vind ik belangrijk. Ja. Dus daar zou ik beginnen. In het kader van het cliché, voor elke verandering begin bij jezelf. Ja. Dat is het eerste wat je al kunt doen. En dat zorgt dan voor een hoop rust voor jezelf. Ja. En daarmee ook helderheid. Je ziet dan zelf vaak, ik zou bijna willen zeggen altijd, de volgende stap die je dan kunt nemen. Ja. En daar begint. Maar dat begint dus ook met rust, hè? Dus eventjes uit de rat race stappen, denk ik. En daarom denk ik ergens ook, om in Johan Cruijff's woorden te spreken, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ook deze tijd waarin we leven met corona, wat je ook vindt van de maatregelen. Maar het drukt wel heel veel mensen terug naar wakker worden in de zin van het is anders dan anders. Ja. En daarmee dus ook iets meer, en voor sommigen misschien heel veel, meer bewustzijn. En daarmee rust pakken. Voor sommige mensen zal het eerst heel veel onrust brengen. Zeker. Omdat je uit je comfortzone, wat je normaal altijd gewoon op de automatische piloot doet, is er niet meer. Dus je zult op. Dus het zorgt misschien voor heel veel onrust in het begin. Ja. Maar als je beseft dat je eigenlijk niemand nodig hebt om je persoonlijke ontwikkeling te starten. Mooi. Hoop ik dat al voor heel veel mensen meteen al rust geeft. Ja. De hoe, dat zal blijken. En dat is ook wat je kunt doen in het kader van coaching of een training. Of je leest een boek. Of je spreekt met mensen. Niet meer vanuit beperkt denken, maar ik voel me kloten. Mm-hmm. Dit is wat er in mij omgaat. Gewoon uitspreken. Uitspreken. Maskers weer naar beneden doen. Ja, in plaats van maar net doen of het goed gaat. Ja. Want dat wordt ons natuurlijk ook aangeleerd, hè? Tenminste, of hebben we dat met elkaar bedacht? Dat we vooral maar altijd moeten doen of het goed gaat. Ja, het heeft meer te maken met
de wereld waarin we geleefd hebben, waar we nu sommigen nog steeds in zitten. Dat je heel erg in de wereld zit van, wat vinden anderen van mij? Kijk, als je persoonlijke ontwikkelingsreis begint, ga je merken dat het je steeds minder kan schelen wat anderen van je vinden. Ja, klopt. Omdat je vertrouwt in jezelf. Ja. Je weet wie je bent, je weet je intenties, je weet waar je voor gaat en wat je waard bent. Dus wat anderen van je vinden, ook de mooie dingen, als anderen je complimenten geven, zijn ze niet zo belangrijk meer. Precies. Maar ook als iemand shit over je praat, is dat ook niet meer zo belangrijk. Ja. En dat zorgt ervoor dat je ook kwetsbaarder kunt zijn. En kwetsbaar is ook weer zo'n woord. Maar het is wel dat je dus eerlijk durft te leven, open. Een van de dingen die gebeurde toen ik dat artikel schreef op LinkedIn over het ontwaken, hè, die quote die jij net noemde, van verandering. En ook dat we soms pijn nodig hebben, ook in de politiek. Kennelijk een Trump en een Thierry Baudet nodig hebben om de pijn te voelen van het idiote spel van debatteren en strijden. Voordat we tot verandering overkomen. Toen ik dat artikel schreef, kreeg ik bijval, ook berichten van mensen die normaliter, toen ik D66 was in de Tweede Kamer, niets van mij moesten weten. Toen ik vertrok uit de politiek, verschrikkelijk mens. En doordat ik dat artikel schrijf, ineens denken, ik ben het wel met je eens. Ja? Baudet wordt heel vaak weggezet als een gekkie, maar hij laat wel zien dat. En voor mij is dat een besef dat ik ben nog steeds dezelfde Wasila die in de Tweede Kamer zat voor D66. Mijn standpunten zijn niet veranderd over hoe ik in het leven sta. Nee. Maar mijn mening is wel, en daarom ben ik D66'er, we moeten vernieuwen. De democratie moet vernieuwen en daarmee bedoel ik begin bij het politieke spel. Ja. Dat is de verandering die we nodig hebben. En dat zijn de mensen die op Trump stemmen, mm-hmm. of die voor Thierry Baudet gaan, of voor Wilders gaan. Mm-hmm. Of de mensen die voor de SP of voor D66 of voor GroenLinks of voor de PvdA gaan. Het verschil is helemaal niet zo groot. Nee, ze willen alleen anders. Ja, het is meer dat we gevangen zitten in de strijd alsof we anders zijn. Ja, 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 ja. Alsof we verschillend zijn. Ja. Alsof jij gek bent en ik gelijk heb. Mm-hmm. En dat, als je dat wegneemt, dan is het zo duidelijk dat we helemaal niet zoveel verschillen. Nee, en dat vond ik leuk van dat artikel. En daardoor waren er ook weer mensen die in dat andere kamp van de strijd zitten. Die zeiden, ben jij nog Wasila? Hoe kan je nou? Ben je ineens Baudet stemmer of Trump supporter? Die konden dat nog niet zien. Of niet voelen. Omdat zij ook snel denken in termen van, ben je voor of ben je tegen? Ja. Je bent of voor D66 of voor Trump. Je kunt niet voor beide zijn. Terwijl ik voor niemand ben. Ik ben voor democratische vernieuwing. En ik geef aan dat de pijn die een Trump of een Baudet meebrengt, misschien wel nodig is voor die verandering. Ja. Ja. En dat ik weet dat iemand die in een machtssysteem zit, eigenlijk zelf al gevangen zit en echte democratische vernieuwing niet, laat ik hoopvol blijven, mm-hmm. niet zo snel kan teweeg brengen. Ja. Dus je gaat, we zitten gevangen in dat frame en ik hoop, ik weet zeker, dat we daar van loskomen. Ja. Ik hoop alleen liever gisteren dan. Ja, dat is een proces waar we in zitten. Ja, is het ook een beetje vergelijkbaar met wat Van Mierlo jaren geleden zag? Waarom die ooit D66 is begonnen? Ja, een van de dingen die, een van de redenen waarom ik ook D66er ben, is niet zozeer vanwege Hans Van Mierlo, maar wel waar de partij voor staat. Ik kom uit een gezin waarin mijn vader altijd PvdA stemde, mijn moeder altijd VVD. Ondernemer en mijn vader is altijd arbeider geweest. Ja. Dus voor mij was het, toen ik 18 werd, was het meer van mama en papa gemixt is D66. Ja. Maar toen ik me ging verdiepen in de partij en uiteindelijk in 2000, moet ik het even goed zeggen, 6 of 5 lid ben geworden, was omdat ik echt voelde van vernieuwing. Het is ook een partij die staat voor buiten, niet in het spel stappen, maar buiten het spel kijken en zeggen wat er niet klopt. Ja. En als je daarmee de verandering teweeg brengt en je maakt jezelf als partij overbodig, prima, daar gaat het niet om. Exact. Het gaat om vernieuwing. Het is los van het ego. Ja, dus het heeft echt te maken met democratische vernieuwing op de kaart zetten. En dat is wat Hans Van Mierlo destijds zei. Hij niet alleen, maar hij werd het boegbeeld. Ja. En uiteindelijk een partij daarvoor heeft opgericht om in die tijd, in 66... die verandering in het politieke spel teweeg te brengen. In zijn geval was het de verzuiling, laten zien dat mensen niet in een hokje geduwd hoeven te worden. Even gechargeerd in mijn woorden. En eigenlijk is dat precies hetzelfde waar we nu ook weer zijn beland. We zijn vooruitgekomen hoor, sinds 66. Gelukkig wel, ja. Alleen, we zitten weer in zo'n momentum waarin we weer echt snakken naar een democratische vernieuwing. Ja.
En dat is ook de reden waarom ik het initiatief Dialoog 2020 in juni gestart ben. Zowel in het Engels, internationaal, omdat in Amerika natuurlijk ook hetzelfde gaande is. Ja. Maar ook in Nederland. En eigenlijk een hedendaagse variant van Hans Vermeerloo's appel. Ik heb het appel erbij gepakt, helemaal gelezen. Ik heb zijn video, dat iconische filmpje van hem destijds. En als je het appel leest, echt de woorden. En ik heb hem ook herschreven met de tijdsgeest van nu, met deze boodschap van vernieuwing. En ik 80% van het appel blijft overeind. Het resoneert nog steeds. Nog steeds. Want het is in essentie ook waar D66 voor staat. Vernieuwing. Ja. Ja. Het politieke spel doorgronden, zien wat er niet klopt. En zien dat de wereld om ons heen iets anders vraagt en wil. En daarop inspelen. Ja. Dus daarom zal ik altijd D66'er zijn en blijven. Ja, ondanks dat ze nu toch volgens sommigen steeds meer een globalistische agenda steunen. Ja, maar dat heeft meer te maken met, raakt D66 verwijderd van haar grondbeginselen? Precies. En moet ze niet terug? Juist. Dan heb ik liever de rol om, ook al leest niemand mijn artikelen, ik zal het blijven doen, blijven spreken over terug naar die grondbeginselen. Terug naar die grondbeginselen. Dat is waarom D66 is opgericht. En sommige mensen zeggen dat Forum Democratie is eigenlijk D66, namelijk die Hans Vermeerloo D66 voor de vernieuwing. Dat krijg je als D66 haar grondbeginselen kwijtraakt. En ik heb ergens de begrip voor, omdat als je eenmaal in de macht gezogen wordt. Blijkbaar, hè? Ja, dan is het lastig om te vernieuwen. Dat heb ik net ook verteld. Ja. Het is moeilijk om een machtssysteem te veranderen als je er zelf in zit. Ja. Hans Vermeerloo heeft vroeger wel gezegd, je moet meedoen om iets te kunnen veranderen. Mm-hmm. Dat was ook de tijdsgeest toen hij de partij oprichtte. Van, het is een nieuwe partij die democratische vernieuwing wil. Ik snap dat hij dat toen zei. Maar ik zou zo graag willen, als hij nu iets kon zeggen. Met de kennis van nu. Ja, ja, ja. Dat is een grap. Ja. Maar in de zin van, als partij zijnde, als D66 in de macht te hebben geopereerd. En nu te moeten erkennen dat het verdomd lastig is om terug te gaan naar die grondbeginselen. Ja. Om democratische vernieuwing pal op de agenda te houden. Ja. Dan heb ik het niet over die kroonjuwelen of nieuwe of gekozen burgemeesters. Mm-hmm. Maar echt teruggaan naar paradigma. Aanwijzen. Kernwaarden eigenlijk. Kernwaarden, maar ook het paradigma kunnen aanwijzen waarin we opereren met elkaar. Wat ik noem de wereld van het debat, de strijd. Mm-hmm. En dat aanwijzen en zeggen dat moet anders. En het vervolg zelf doen. Ja, voorleven. En dus ik snap dat als je in het systeem zit, dat je ervan verwijderd raakt. Ja. Maar ik blijf mijn pleidooi houden totdat het zover is. En ze die spiegel geven. Ja. 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 En dan hopen dus dat ze mijn artikelen wel lezen. Ja, precies. Ik weet dat dat wel gebeurt. Ja. Nou, laten we sowieso een van jouw artikelen onder deze video plaatsen, zodat mensen het ook kunnen lezen. Ja, leuk. Ik wil je heel erg bedanken voor al jouw wijsheid en jouw mooie positieve visie. Graag gedaan. Dank ook voor dit gesprek. Heel erg leuk. Ja, ik vond het echt heel fijn. En ik hoop dat het mensen kracht geeft. En dat we met z'n allen wat meer terug naar onszelf gaan eigenlijk. Laten we daar beginnen. Precies. Ja. Ja, ja. Dank je wel. Jij ook. Dank je. Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer jezelf. En word onderdeel van de oplossing.